hoofdsponsor van de Truckersdag, stopt er ineens mee. De hoofdsponsor van het jaarlijks gehouden Truckersdag heeft de organisatie via een app laten weten ermee te stoppen. De sponsor wil zich dit jaar gaan richten op het glazen huis van Serious Request dat eind dit jaar in Apeldoorn staat. Door het wegvallen van de sponsor is nu niet duidelijk of de geplande Truckersdag op 26 augustus nog wel door kan gaan. Ik heb zaterdagochtend een appje gekregen dat onze grootste sponsor niet meer sponsorde en wat heen en weer contact gehad. Totdat het duidelijk werd dat het echt zeg maar afgelopen is, ook voor de komende jaren. En de hele zaterdag nagedacht, joh, wat moeten we nu? Waarop ik zaterdag aan dacht, nou weet je, ik zet een oproepje op Facebook, een hulpvraag. Hè, of de mensen bij een bedrijf werken die misschien willen sponsoren of ze ons daarmee willen helpen. En daar is op gereageerd. De organisatie wordt intussen plat gebeld met allerlei initiatieven om de financiële tekorten aan te vullen. Ja, een van onze cliënten die al jaren meereikt, hadden wij zondagochtend huilend aan de telefoon, want de Truckersdag moet doorgaan. En die wilde sponsor worden en die heeft ons zondagmiddag €5 gebracht. Nou ja, dat was voor ons natuurlijk al genoeg om te zeggen, oké, hoe dan ook, het moet doorgaan. We moeten alles op alles zetten dat we het voor elkaar krijgen. Via Facebook kreeg ik een oproepje van een moeder die zei, of een vraag van een moeder die zei, mijn dochter doet een heitje voor een karweitje. Waar kan ik het geld naartoe overmaken? Ja, dat is natuurlijk hartverwarmend. Dat het zo leeft onder de mensen. Ja, dat is fantastisch. Ook een aantal bedrijven trekken zich het lot aan en willen wat gaan doen. Hoe ziet dat eruit? Daar gaan we mee in gesprek van de week en we zijn positief. We hopen dat het allemaal goed gaat komen en zodra dat ook zo, dat we het rond hebben, gaan we dat ook zeer zeker melden op onze Facebookpagina en op onze website. Want iedereen wil natuurlijk heel graag weten of het doorgaat en wij doen er echt alles aan om het door te laten gaan. Maar ja, het moet financieel wel rond zijn, anders dan kan het niet. Maar goed, we gaan alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Het organiseren van de Truckersdag kost al gauw een €20.000 en daar staat niet iedereen bij stil. Wij moeten elk jaar bijvoorbeeld een verzekering afsluiten, een evenementenverzekering. We moeten een aparte verzekering afsluiten voor de verkeersregelaars. Want zodra zij met hun motor verkeer begeleiden bij een evenement, wordt dat door de verzekering als werk gezien en dekt hun eigen verzekering niet als ze schade zouden hebben. Dat willen we niet. Dus wij sluiten daar een aparte verzekering voor af. We moeten toiletwagens huren voor op het terrein. Ik noem zomaar een greep uit de kosten die we maken. We hebben een ledcar op het terrein staan, die moet betaald worden. De lunchpakketten moeten toch betaald worden. Alle horecaapparatuur moet gehuurd worden. Een aggregaat, want we moeten ook stroom hebben. Dit is maar een greep uit de kosten die wij maken. Dus er komt echt wel wat bij kijken. Hopelijk kunnen straks de vele inwoners van het Cirelo gewoon weer mee in een van de ruim 300 vrachtwagens die jaarlijks al toeterend door Apeldoorn rijden. Maandagnacht is er ingebroken in het koffiehuis Schenkers aan de Van Ginsbergenstraat in Apeldoorn. Twee mobiele telefoons, een iPod en een iPad die dienst deed als kassa en twee powerbanks zijn door de daders meegenomen. Ook de fooi is buitgemaakt. Op de Facebookpagina van het koffiehuis wordt een oproep gedaan om de spullen weer terug te krijgen. Eerdere pogingen om bij Schenkers in te breken waren mislukt, zo blijkt uit het Facebookbericht. Hoe groot de financiële schade voor het koffiehuis is, is niet bekend. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld zonnige perioden. Het blijft droog en bij een matige wind wordt het rond de 21 graden. In de avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het is dan droog en het kwik daalt naar de 10 graden. Vrijdag is het overdag zonnig en droog en wordt het 22 graden. Zaterdag is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Het wordt dan 17 graden.